deze video leggen wij uit hoe u objecten via het MyTerminal platform van ECT kunt volgen. Ga hiervoor met uw muis naar het menu-item Objects. U heeft daar de keus tussen Tracked Objects en Objects Schedule. Wij kiezen voor Tracked Objects. Om een object te zoeken, klikt u op de blauwe knop Search Objects en typt u de naam in van het object waar u naar zoekt. Klik vervolgens op de gewenste status. Hier kiezen wij één object met zowel de status Expected als Arrived. Klik nu op de blauwe knop Search Objects. Nu ziet u de reizen van dit object zoals deze bij ECT bekend zijn voor de komende 3 maanden. Per rij ziet u het gekozen object, de operator, het visitnummer, de modality, datum en tijd, cargo opening en cargo closing, de objectstatus, de objectplanning, en op welke terminal dit object bij ECT aankomt en de eventueel door u aangemaakte notificaties. Hoe u een notificatie kunt toevoegen, leggen wij in een aparte instructievideo aan u uit. Meer gedetailleerde informatie over een object wordt zichtbaar door op het object te klikken. MyTerminal geeft u ook de mogelijkheid om te zoeken en te sorteren. Zoeken kan bijvoorbeeld op objectnaam, status, modaliteit, operator of terminal. Typ hiervoor uw zoekterm in de zoekbalk. Sorteren doet u door op de gewenste kolom te gaan staan en te klikken op het pijltje naast de naam. Objecten die niet meer relevant voor u zijn, kunt u handmatig verwijderen door deze te selecteren en op de delete-knop te klikken. Rechtsbovenin kunt u de keuze maken om alleen uw eigen geüploade objecten te zien of juist de objecten waar u als team mee werkt. Gaat u naar Go to Objects Schedule, dan kunt u aan de hand van verschillende filters, zoals bijvoorbeeld status, modaliteit, operator of terminal, opvragen welke objecten de ECT-terminals aandoen in een bepaalde periode. Deze periode ziet u rechtsbovenaan staan. In dit voorbeeld gaan we op zoek naar alle verwachte objecten op de Delta Terminal in een periode van 2 weken. Vink hiervoor Expected en Delta aan en klik op Search. U krijgt dan een lijst te zien gesorteerd op de Expected Time of Arrival. Deze lijst bevat alle modaliteiten. Een ander voorbeeld is zoeken op alle verwachte objecten van bijvoorbeeld Operator Uni. Hiervoor selecteren we de filter Operator en typen we Uni in. Nu krijgt u een lijst te zien van alle objecten van Uni, wederom gesorteerd op de Expected Time of Arrival. Is er een object die u real-time wilt volgen, of wilt u later daarop een notificatie aanzetten, vink dan het sterretje aan. Zodra u nu teruggaat naar Go to Tracked Objects, ziet u de door u aangevinkte objecten staan en wordt dat object vanaf dat moment real-time geüpdate.